Ja, het is een hele onrealistische, rare situatie. We hebben dit natuurlijk nog nooit meegemaakt. En vooral voor het huis van Katoen is dit heel vreemd. In het bestaan van het huis, toch al bijna 6 jaar, zijn we eigenlijk dagelijks het hele jaar door open. Ook vakantietijden zijn we geopend. Dus dan is dit een hele vreemde situatie voor ons. Maar ja, met name de gezondheid van onze eigen gastheren, gastvrouwen. En uiteraard onze bezoekers. Dat gaat natuurlijk voor alles. En dat is ook de reden dat we gezegd hebben, we moeten gewoon meegaan en we moeten de zaak sluiten. Goed, kijk, men is van ons gewend dat we altijd open zijn. En ik ga hier nou net naar buiten. En het eerste wat er komt, mevrouw met een buggy aan. Die zegt, bent u toch open? Dus die wil gelijk naar binnen. Ik zeg, nee, sorry. Tot 6 april sowieso gesloten. En dan moeten we zien wat op dat moment de situatie is en of we open kunnen. Ik krijg natuurlijk ook veel berichten van onze eigen vrijwilligers en achterban van wanneer gaat het huis weer open. De situatie moet veilig zijn en het moet normaal kunnen. Voor hen is het natuurlijk een hele rare situatie, want ook zij zijn gewend dat het huis bijna dagelijks open is. En ze zitten nu thuis. En er zijn al mensen die zeggen van, heb je geen klusje, kun je ons niet wat werk brengen? Want we zijn natuurlijk met de voorbereiding van de expositie bezig weer. En er ligt wel wat werk, maar we proberen toch zoveel mogelijk al contact op dit moment even persoonlijk contact te voorkomen. We zijn natuurlijk druk bezig met 75 jaar vrijheid en daar is heel Almelo eigenlijk druk mee bezig. En die zou op 5 april officieel geopend worden door de burgemeester. Maar tot 6 april is sowieso alles geannuleerd, dus die opening gaat sowieso niet door. En we bekijken of we op een later tijdstip open kunnen. En dat is afwachten van de richtlijnen van het RIVM. Nou, ik wens jullie allemaal veel gezondheid. Blijf lekker thuis en volg de richtlijnen op. En ik hoop jullie zo gauw mogelijk weer aan onze stamtafel allemaal te ontmoeten. Onze eigen vrijwilligers, maar uiteraard ook onze bezoekers.